We zijn hier vandaag in Sunpark de Kempense Meren te Mol, waar gisteren de kersverse finalisten voor Mr. Gay 2020 zijn verkozen. Naast mij zit Thomas, één van de kandidaten. Dag Thomas. Dag Matthias. Alles goed? Ja, met jou. Goed, dank u wel. Stel jezelf eens kort even voor. Dus ik ben Thomas, ik ben 22 jaar. Ik ben van Lommel uit Limburg hier. Ik ga af en toe wat fitnessen en zo, dus ik zie het wel zitten en zo. Oké, top. Wat zijn je specifieke, heb je specifieke hobby's? Nee, ik ga vooral fitnessen. Dus ja, eigenlijk toch, als ik woesting heb en tijd heb, fitnessen. Oké, goed. Ik zie dat je een speciale tattoo hebt, ook nagels die wel iets langer zijn dan de normale nagels van een man. Een bewuste keuze vermoed ik. Vertel daar eens iets meer over. Mijn nagels die doe ik eigenlijk al van sinds ik uit de kast ben gekomen. En mijn ma die ging daar al mee akkoord. Ik zei tegen ons ma van, ik wil nagels vanaf, vanaf dat ik uit de kast ben. Zeg ik dat. Maar volgende week nagels. En ze zei, ja is goed, kom, we gaan. Dus ik die dan gezet. En dan ben ik ook voor een tattoo gaan vragen. Dan heb ik uiteindelijk mijn tattoo na lang vragen aan de smaak mijn tattoo gekregen. Dat wil dus zeggen Maleficent, een Disney actrice. En ik zie eigenlijk een beetje mezelf daarin willen groeien, want zij komt op voor haar mensen. En zij wil dan mensen ook beschermen tegen de maatschappij en tegen de buitenwereld. En ik wil daarvoor hetzelfde als Maleficent dat creëren, van dat we toch vrij kunnen zijn om hoe dat we zijn. Oké, heel mooie betekenis. Je doet mee aan Mr. Gay Belgium 2020. Ja. Met welk doel, met welk thema ben je in de verkiezing gestapt? Ik ben in de verkiezing gestapt met het doel als dat kinderen niet op straat worden gezet om hun geaardheid. Dat ouders hun kinderen accepteren hoe dat ze zijn. Want kinderen hebben op een duur toch hun ouders nodig. Hoe dan ook. Als er iets is of zo, ze kunnen naar hun ouders toe gaan. En als de ouders hun op straat hebben gezet, kunnen ze er niet heen gaan. En dat is wat we wel erg raakt voor die kinderen. Voel jij je volledig aanvaard binnen je thuissituatie? Met mijn mama wel, mijn tante ook en dan nog mijn onkel van de smare kant. En voor de rest eigenlijk niet veel van mijn familie dat ik echt kan oprekenen, als ik het zo kan zeggen, als ik zoiets. Dus. Maar je vindt het wel heel belangrijk en je wil voorkomen dat hetzelfde gebeurt met andere jongeren. Ja. Natuurlijk wil ik dat voorkomen, want ja, kinderen hebben een familie eigenlijk nodig. Dus dat is wel wat ik erg vind als de kinderen op straat worden gezet. Dat ze hun familie niet hebben of waar ze op kunnen rekenen. Ja, dat is heel belangrijk. Dank u wel Thomas voor het openhartig interview. Ik ben heel benieuwd waar je zult eindigen op 23 mei. En ik wens je alvast heel veel succes. Dank je.